Zoals ieder... Oh. Oh, fuck. Er was een moment in mijn leven, en dat is nu nog altijd, dat ik heel fucking broke was. Dat ik geen geld had. En dat altijd gewoon bankrekening gewoon plat. Ik kreeg elke keer 10 euro van mijn mama om zoiets te doen. En dan ging ik naar de nachtwinkel en dan kocht ik 10 euro aan eten. En dan was dat op en dan was ik weer broke. Op een bepaald moment had iedereen Netflix en had iedereen Spotify Premium. En ik zat daar nog altijd met mijn onbetaalde account Spotify, waar ik niet op shuffle kon drukken. En daar allemaal random muziek begon te spelen. En dan kreeg ik stress. Godverdomme, man. En ik wou ook Netflix kijken, maar ik was te broke om een Netflix account te kopen. Dat was mijn leven. Zo leefde ik. Tot op het moment dat ik vond hij gratis en voor niks 99 cent Spotify account kon kopen en een fucking Netflix account op het deep web. Dat heb ik gedaan. 2 jaar geleden. En die accounts werken nog altijd. Het enige probleem is dat ik zo muziek meeluister met iemand anders en dat ik meekijk op iemand anders zijn Netflix. Ik ken deze mensen niet, geflowde wie zij zijn. Hun wachtwoord is gewoon geleakt en dus ik kijk mee op hun ding en... De guy waarmee ik Spotify luister, ik weet niet wat hij doet, maar hij gebruikt zijn account niet zoveel. De vrouw waarmee ik Netflix kijk, dus geen probleem, snap je? 2 accounts. En dus op de deep web kan je voor een scare prijs gratis Netflix Premium en Spotify Premium kopen. Voor altijd. 99 cent! Moet je er geen reclame voor maken, dat is fucking illegaal, maar oké. Groot probleem is, wat kijk je op Netflix nadat je alles hebt gezien wat zo een beetje oké is? Nadat je elke fucking YouTube-video hebt gekeken, wil je overstappen naar Netflix omdat je denkt van, hey, het is Netflix. En dan kijk je erop en er is zo van, ha, what the fuck moet ik hierop kijken? Ik kan jullie helpen. Ik kan jullie helpen met leuke dingen zien. Ik ben geen movie critic of reviewer of zo, maar ik kan wel een beetje... uitleggen even wat leuk is en wat je kan checken voordat je gaat slapen en dan nog eens goed je ding. Snap je? Woo! Dus wat kan jij kijken op Netflix? Wat niet fucking saai is hoor, dat je na een kwartier niet denkt van ha, dit is echt fucking gay, what the fuck ben ik aan het doen? Daar kom ik in! Movie critics! We about to tell you! Een paar goede films op Netflix en series die je kan kijken waar je heel veel tijd aan gaat verspillen, man. Een hele bekende serie waar iedereen over praat is Black Mirror. Om volledig genukt te worden in je hoofd, waar je elke aflevering gewoon denkt van godverdomme, what the fuck ben ik hier aan het kijken. Ik heb al aan bijna iedereen die Netflix kijkt Black Mirror aangeraden, omdat ik dacht al 2 jaar kijk of zo. Probleem is, iedereen waaraan ik zag van hey, ga Black Mirror kijken, zag na een paar dagen tegen mij van hey, die serie is echt heel slecht. Dat is omdat je bij Black Mirror de afleveringen niet chronologisch moet kijken. Je hebt heel veel goede afleveringen en dan heb je afleveringen waarvan ik zelf ook denk van yo, what the fuck is dit? Neem een blaadje papier als je Black Mirror wil kijken. Je hebt het nog niet gezien en schrijf dit even op, ja? Kijk die afleveringen niet vanaf seizoen 1 en kijk zo elke aflevering naar. Het boeit hegel. Dat boeit echt niks. Gewoon afleveringen kijken. Je hebt zo seizoen 1 en seizoen 1 is blah. En na seizoen 1 denk je waarschijnlijk al van wow, dit is echt een hele saaie serie. Ik ga hier niet naar kijken. Schrijf op, ik ga zeggen welke afleveringen je moet kijken. De afleveringen hangen ook volledig niet vast aan elkaar. Ze spelen zich wel af in hetzelfde universum of zo, maar ze hebben niks te maken met elkaar. Dus skip seizoen 1. Whack as fuck. Bij seizoen 2 kijk je aflevering 2. Dus White Bear. En je kijkt aflevering 4. White Christmas. Dit is de kerstspecial. Kijk die misschien als eerste aflevering dat je ooit wil kijken van Black Mirror. Dan weet je eens goed wat dat is. Voor die volledige neukt in je hoofd. Het gaat er volledig over. Om niet te slapen s'nachts. Er is geen horror, maar er is een heel ander level van de serie. Dan ga je naar seizoen 3 als je deze afleveringen leuk vond. En bij seizoen 3 begint het allemaal. Aflevering 1 is... Die moet je misschien kijken als je alles gekeken hebt wat ik zag. Je kijkt aflevering 2, playtest van seizoen 3. Je kijkt aflevering 3 van seizoen 3, want die is ook... What the fuck? Ja, dat is de echte mindfuck shit. Je kijkt aflevering 5 van seizoen 3 en dan stop je. Aflevering 6 van seizoen 3 duurt fucking 89 minuten en is 89 minuten verspilling. Die wil je niet zien. Skip je gewoon volledig. Voor mij een keer eigenlijk tips aan het geven voor Netflix. Ik ben een YouTuber. Je kan ook al mijn video's kijken. Die zijn allemaal relatief slecht, maar wel grappig. Hebben jullie dat opgeschreven? Je moet Black Mirror kijken. Ik meen het. Wil je volledig brain fucked worden? Doe die shit. Koop by the way ook een gratis Netflix account op de deep web. Dan moet je niet elke maand 10 euro betalen. Bedoel, je kan die 10 euro voor betere dingen gebruiken. Snap je? Oké. Okay. Dan ga je naar seizoen 4. Daarvan kijk je alleen de eerste aflevering en de laatste. Want die zijn ook, what the fuck. En als je dan denkt van, oh, ik wil misschien wel nog een Black Mirror kijken. Dan kijk je ook nog aflevering 4 van seizoen 4. En dan snap je volledig wat Black Mirror is. Ik heb jullie nu alle goede afleveringen gegeven. Dat bespaart jou heel veel fucking werk. Want Black Mirror is echt zo'n serie waar je doos hebt met chocolaatjes. En sommige zijn heel lekker. Snap je een stukje in je mond? En je van, oh, very nice. Dus je neemt nog een en dan stik je die in je mond. En dan smaakt het zo'n kots en shit. Ik heb jullie alle goede afleveringen gegeven. Dan ga je snappen waarom Black Mirror zo fucking nice is. Oké, volgende. Hou jij van lekkere wijven? Wil je een alien film zien waarin het niet over fucking aliens gaat? Die zo'n grote rare schepen hebben en rare geweren. Ze willen heel de wereld overnemen zoals elke fucking saaie alien film die er bestaat. Ik heb de beste alien film ooit. En die staat op Netflix en er spelen lekkere wijven. Dus ik zou hem kijken. Het is niet echt horror, het is een beetje mindfuck shit. Een beetje zoals Black Mirror, maar het is echt een hele, hele, hele diepe film. De naam is Annihilation. Die staat sinds kort op Netflix met Natalie Portman. Ik bedoel, ik zou Natalie... Fuck!
Die film, ik meen het. Het is een Netflix original. Hij duurt niet zo lang, maar hij is... fucked. Hij is heel diep. Ik was volledig klaar met het concept van alien films, waarin zo over hetzelfde ging altijd, zoveel te overdrijven, dat heel de wereld gefokt werd en dat alles zo fucked was, maar uiteindelijk wonnen ze altijd. Kijk, ik had altijd zo'n heel leuk idee van aliens, maar die films vernukten het altijd helemaal. Maar Annihilation. Ik heb hem 3 keer gekeken in de laatste 3 dagen, dat betekent heel veel. Ik ben hier gewoon al mijn leuke filmtips aan het geven, normaal leg ik daar niemand uit. Ik zou hem echt kijken. Er is een soort van komeet geslaan op een deel van de aarde en ze hebben dat volledig afgezet omdat ze zelf eigenlijk niet snappen wat de fuck er aan het gebeuren is. Het is zo de glinstering, snap je? Zo noemen ze het. Omdat zo hele leuke kleurtjes zijn en er gebeuren zo allemaal rare dingen. Het is misschien raar om te begrijpen dat er 5 vrouwen gaan en dat ze daar niet zo'n grote leger zijn zetten. Maar dat maakt de film misschien wel een beetje leuk. Om buitenaards leven bedoel. Als dat jou niks interesseert, dan weet ik niet wat dat fuck je aan het doen met mijn leven, maar... Yo, deze film bedient toch wel een grote 9 op 10. En omdat Natalie Portman er is, misschien wel een 10. Maar... kijk, die film, kijk die vanavond. Laat mij weten wat je ervan vond. Ik heb mensen die zeggen dat hij heel fucked was. Ik heb heel veel recensies gelezen van die film waarin iedereen zegt van deze film gaat er nergens over. Ik vond dat hij diep ging. Ik vond dat hij ergens door je hart raakte en dat je dacht van wow, dit is misschien wel... hoe het echt is als er ooit buitenaardse shit op onze ding komt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken dat wij onze ergste ziekte, neem nu kanker of zo, dat wij kanker gewoon naar een andere planeet sturen en dat die mensen daar maar moeten dealen met kanker en zie wat ze ermee doen. Hoogstaand harder dan Black Mirror. Wil je gefokt worden in je hoofd, dan wil je na die film echt zo 5 minuten denken van wow, dan moet je even neerleggen en zo, dan moet je sapje drinken. En voor de rest staan er zo allemaal dingen op Netflix waarvan ik altijd denk van hey, daar wil ik niet eens aan beginnen. En dan kijk ik die eerste aflevering en dan krijg ik gelijk. Dan denk ik ook van echt, ik was hier beter niet aan begonnen, want het is echt heel slecht. Maar voor de rest, het is wel de 99 cent waard die ik hier al gegeven heb. Er staan ook zo van die classics op Netflix die je 1 keer moet gezien hebben bij je leven, anders mag je niet leven. Zoals The Wolf of Wall Street, Inglourious Basterds, Pulp Fiction. Dat zijn films die je moet gezien hebben, maar je moet even wachten tot je 16 of 17 bent om die dingen te kijken, want anders kan je die niet appreciëren zoals je zou moeten appreciëren. Stel, jij bent 17 of 18 en je hebt Pulp Fiction nog niet gezien, en je hebt Inglourious Basterds nog niet gezien, en je hebt The Wolf of Wall Street nog niet gezien. Kijk die films even. Meesterwerk. Dat zijn van die films, ik zou zo graag hebben dat ik ze nog niet had gezien, dat ik ze nog voor de allereerste keer zou kunnen zien en dat je zo alles nog eens opnieuw zou kunnen meemaken. Maar ik meen het, ik zag het echt tegen jullie, kijk die even. Koop geen Netflix-account om deze films te kijken. Stel Netflix-account van je mama of van je broer of van je pa of zo. Ik weet het niet, maar deze moet je echt even gezien hebben. Stel jullie hebben echt nog van die dingen die ik moet gezien hebben of die ik nog niet zou gezien hebben. Laat het even weten in de comments wat ik bedoel. Ik ben echt op zoek naar dingen die ik zo even kan grinden, maar ik heb de meeste dingen gewoon al gezien die een beetje leuk zijn. Ik ben nu bezig met Friends en dat klinkt misschien echt belachelijk dat ik daar naartoe aan het kijken ben, maar ik had zoiets luchtig nodig. Snap iets waar ik een beetje braindead naartoe kon kijken, dat ik zo een serie had waar ik in mijn bed naartoe kon kijken, dat ik niet te veel aandacht aan moest geven, dat ik gewoon een beetje kon lachen en zo. En Friends is wel goed, snap je? Zo luchtig, zo leuk om dat te kijken. Geen horror of zo, gewoon leuke shit. Beetje FC de kampioenen, maar dan niet scare. Dus, ja, is nice. Je kan ook naar Narcos beginnen kijken als jij zin hebt om een drugsverslaving te krijgen. Ook chill. Of Gossip Girl als je gay bent. The End of the Fucking World als je ogen er wel uithuilen. Ook een hele leuke serie om aan te beginnen. The 100 is leuk tot seizoen 3, want bij seizoen 3 is het... klaar. Dan vind ik dat ze het gewoon genoeg uitgerokken hebben en dat het niet meer is wat het was. En stel er zijn zo'n films waarvan je denkt van hier wil ik echt niet naar kijken, er is echt niks voor mij. Dan kan je gewoon een film opzetten en met een paar vrienden ernaar kijken en gewoon de film beginnen in de laatste 30 minuten van de film. Dan zie je zo niks en dan snap je er geen hol van, want dan spring je in een film die al fucking 2 uur bezig is. En dan kijk jij gewoon de laatste 30 minuten en snap je daar echt geen hol van. Maar dan maak je het verhaal gewoon op in je hoofd zoals jij wil. Er gebeuren allemaal dingen, ze vertellen allemaal dingen, je snapt er allemaal geen hol van, maar je kan zo zelf proberen om er iets van te maken en dan is het op zich wel leuk. Dan is elke film wel grappig. En dan eindigt de film en dan dacht jij van, daarover gaat het dus. Zo had ik de film Mute gekeken, enkel de laatste 30 minuten, want die film sprak me echt helemaal niet aan. Ik dacht dat die film ging over een premiejager die mensen moest vermoorden, omdat hij een robot was of zo. Het einde van de film bleek dat hij half mens, half dolfijn was, en dat hij niet kon praten, dat hij dus half dolfijn was. Snap je? Ik zat helemaal niet op dat level. Ik dacht dat hij een premiejager was, een robot of zo. Dat is zo leuk, snap je? Je snapt er geen hol van, je denkt dat je volledig mee bent met de film, dan is hij gedaan, en dan denk je van, half dolfijn. Nice. Het is een hele leuke manier om films te kijken. Als je daar volledig geen zin in hebt, dan kan je zo zeggen van hey, fucka. Ik ga de laatste 30 minuten kijken en dan zie ik wel of ik er iets van begrijp. Sowieso begrijp je er niks van, want dat kan ook niet, maar je bespaart heel veel tijd en je hebt de hele speciale filmervaring, om het zo te zeggen. Voor de mensen die hoge IQ-levels hebben graag naar cartoons kijken die een beetje fucked zijn. Rick and Morty, Archer, Bojack Horseman. Het is allemaal leuk. Ga nergens over. Je leert er niet echt iets van bij, maar je hebt die hoge IQ-levels nodig om er iets van te snappen, snap je? Gewoon YouTube-filmpjes blijven kijken. Want YouTubers maken gewoon die kut-content waar je 10 minuten naar kijkt en na 10 minuten denk je van, what the fuck. Maar toch blijf je elke dag terug aan naar zijn channel omdat je denkt van, misschien heeft hij weer een goede video geüpload. 9 van de 10 keer is het antwoord daarom nee. Maar, hey, kon erger. Je kon zo naar slechte YouTubers kijken die alleen maar gay shit doen en overal campagnes instampen.
But ik heb nieuwe pantoffels. Als je koude voeten hebt thuis. En je wil pantoffels aandoen, dan kan je pantoffels aandoen, dan heb je warme voeten. Wat een slof. Wat een leuke pantoffel. Holy shit, ik heb hier 30 euro douanekosten voor extra moeten betalen. Ja, ergens had ik mijn leven wel, man. Vond je dit nu een leuke, interessante video? Kijk iets van wat ik heb gezegd. Stel jij wel een beetje leuke dingen kijken op bed zelf, omdat je alles gezien hebt op YouTube. Dan hoop ik dat ik jullie ergens heb kunnen helpen. Morgen komt er gewoon weer een normale video online. Want ik ben zeker dat alle 12-jarigen die deze video kijken allemaal afgezet hebben na 1 minuut, omdat ze niet weten wat Netflix is. Dus bedankt om te kijken naar deze video. Mijn naam is Acid. Doei! Hey boys! Time for some Fortnite! Fucking lang gespeeld om deze skin vrij te spelen.